Het schip werd vanochtend vlak voor vertrek uitgezwaaid. Behind me, the open arms, the world seems like each boat loaded with 200 tons of food aid for the people of Gaza. Today, and in a historic moment. Het lijkt een klein schip voor zoveel eten. Het meeste eten zit dan ook op een vlot naast het schip. Daarop staan in totaal duizenden kilo's rijst, groenten in blik, meel en ander gezond eten. En die hulp is hard nodig. Want er staan lange rijen op plekken in Gaza waar nog wel een beetje eten is. Dat komt doordat sinds het begin van de oorlog tussen Israël en het Palestijnse gebied Gaza maar weinig eten, water en medicijnen Gaza inkomen. Israël houdt de meeste vrachtwagens met hulpgoederen tegen aan de grens. Daarom proberen verschillende landen door de lucht spullen Gaza in te krijgen. Die spullen worden aan parachutes uit vliegtuigen gegooid, maar dat is lang niet genoeg. Daarom willen landen het nu ook via de zee proberen. Het schip vaart van Cyprus naar Gaza. Het is een test om te kijken of het lukt om voedsel naar Gaza te brengen over zee. Gaat dat goed, dan willen ze het vaker gaan doen. Maar wat het lastig maakt, Gaza heeft geen haven. Daarom bouwen ze een tijdelijke steiger. Ze gebruiken daarvoor het puin van verwoeste gebouwen. Volgens Nasra Habiballah, die voor het Jeugdjournaal in Israël en de Palestijnse gebieden werkt, gaat Israël het schip niet tegenhouden. Israël heeft gezegd dat het schip naar Gaza toe mag komen op de voorwaarde dat ze van tevoren alle hulpgoederen mogen controleren om te checken of er geen wapens of andere verboden spullen tussen zitten. En dat is ook gebeurd. Nog voordat het schip vertrok, hebben Israëlische militairen alle spullen aan boord gecontroleerd en daarna kon het schip vertrekken. Het schip komt over een paar dagen aan na een tocht van 400 kilometer. En als alles goed gaat, hopen ze over een paar maanden een grotere haven in Gaza te hebben, zodat er elke dag hulp naartoe kan met nog grotere schepen.